You've got the look of love is on. Ik ben Marielle van den Bos. Ik speel fluit in het Metropoolorkest. Oefenen van toonladders, dat helpt je ontzettend in je techniek. Je krijgt er gewoon een hele goede techniek van. En dan merk je dus dat stukken veel makkelijker zijn om te spelen. Ik heb er pas de waarde van leren inzien toen ik les kreeg van mijn leraar aan het conservatorium, Harry Starveld. En die vond dat mijn techniek in het derde octaaf niet helemaal je dat was. Dus die zei van, jij gaat boer de licht een kip in het water spelen. Maar het leuke was dat hij daarbij zei van, je mag tegelijkertijd tv kijken. Ik had van, huh? Tv kijken en studeren? Ja, zegt hij, je studeert gewoon die grepen en je hoeft er eigenlijk niet eens bij te blazen. Als je visueel wat anders doet, op de een of andere manier, het komt in je geheugen terecht. Er is een soort geheugen wat dat oppikt en wat het gewoon automatisch gaat doen op een gegeven moment. Dus dan bewegen je vingers als vanzelf. En dat is gewoon magisch. Dat is te gek. Elk stuk staat in een bepaalde toonsoort. Dus als jij die toonladder daarvan leert beheersen, dan merk je dat dat stuk beter gaat, want er zitten overal toonladders in dat stuk. The Look of Love, dan hoor je dus dat beginakkoord. Als ik een leerling heb en ze spelen een bepaald stuk, dan zeg ik altijd van, studeer daarbij de toonladder van dat stuk, want dat helpt. En nooit te lang, want ik vind, je moet niet uren studeren. Het komt uiteindelijk allemaal in je toolkit terecht. En die toolkit, die is uiteindelijk heel groot.